Goedemorgen jongens, nieuwe week, nieuwe kansen en ik heb een aantal hele leuke en vooral ook simpele hacks die zorgen dat elke werkdag van de week gewoon net even wat makkelijker wordt. Het is nu maandagochtend, dus ik zou zeggen, let's go! We kennen het allemaal wel, je krijgt je broek niet aan, dus of je hebt veel gegeten, of je hebt je broek te klein gekocht, of hij komt misschien net uit de was, maar goed, je krijgt hem in geen mogelijkheid over je billen heen. Geen zorgen jongens, ik heb namelijk echt een fantastische oplossing voor deze eeuwige struggle. Je hebt nodig de waterspuit met heet water en die spuit je op alle plekken waar die te strak zit. Dan ga je er een beetje aan trekken en probeer hem eigenlijk een beetje uit te rekken. Een beetje water doet wonderen jongens. Ik moet eerlijk toegeven dat ik best wel veel kleding heb en ik denk met mij nog heel veel andere vrouwen. En ook altijd te weinig ruimte. Dus ik heb een hele leuke manier bedacht hoe ik nog meer kleding kwijt kan. Je moet zorgen dat je alle lipjes bewaart van frisdrank. Zorg je gewoon dat je ze om de kledinghanger doet. Zo. Derde. Ook zo, dus heb je ze eigenlijk zo onder elkaar. Kijk hoe handig. Wat je dus ook kan doen, is om er dan setjes mee te maken als je dus een beetje haast hebt. Dat je denkt, oké, doe even snel die aan en dan ben je klaar. Kijk, deze gaan natuurlijk makkelijk, maar ik denk dat ik niet de enige ben als je zo eentje moet aansteken dat of je hand er niet in gaat of je gewoon je de hele tijd je fikken brandt. Ik heb daar echt een hele handige oplossing voor. Je hebt dus alleen maar ongekookte spaghetti hier te nodig. Je steekt deze aan als een soort van gigalange lucifer. En zo kan je gewoon in de kaars zonder je vingers te branden. Dat was hem dan, de maandag van Happy Hacks. Ik hoop dat ik jouw dag een klein beetje leuk heb gemaakt met al deze grappige trucjes. Is dat nou zo? Laat het weten in de comments. En laat ook weten als er nog hacks ontbreken. Vergeet niet ook alle andere afleveringen te checken. En natuurlijk te abonneren. En tot morgen. Doei!